betekent fotograferen letterlijk schrijvend met licht. Natuurfotografie is eigenlijk niet helemaal van deze tijd. Het is geen snelle, flitsende hobby, maar een kwestie van ouderwets geduld. Natuurfotografie staat haaks op de huidige prestatie- en haastcultuur. Een goede natuurfotograaf zit nooit om een onderwerp verlegen. Goede fotografen maken goede foto's, ongeacht het instrument waarvan zij zich bedienen. Waarom zou een foto altijd moeten staan voor het romantisch ideaalbeeld van de natuur? Je kunt er toch ook voor kiezen om de vrede. En nu wil ik jullie hartelijke aandacht voor Jasper Mikkers, onze kerstverse stadsdichter. Niet iedereen houdt van de natuur. Stadsmensen hebben over het algemeen weinig met natuur. Natuur is iets voor mietjes. En niet voor de hard-boiled liefhebber van death metal en hard rock. En als ze er wel interesse voor hebben, dan is dat voor de worteltjes. En rode bieten die ze zelf in een volkstuintje verbouwen. Natuur moet je kunnen opeten. Vandaag geeft hij ons een inkijkje in zijn manier van zien. Hij heeft hier een kleine expositie ingericht bij Jozef Mieke. En die foto's zijn momentopname van wat hij ziet. En waar hij van geniet als hij buiten loopt. Weerspiegeling van licht en lucht in water, bevroren dauw. De tere doorschijnendheid van jong blad in contrast tot de donkere schaduw. De doolhofstructuur van de onderkant van paddenstoelen. De kleine wereld van een hommel op een kaardebol of van een vlinder op een distelbloem. De keuze van de foto's vertelt ons iets over Cat zelf. Deze tentoonstelling is een foto van zijn manier van denken en kijken.